Ik ben Eddy, wij staan hier voor Café De Kroon in de Kerkstraat. 2060 Antwerpen, waar tegenwoordig zoveel om te doen is. En omdat het glazen huis op de Groenplaats staat, kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. En doen wij een paar acties voor Music for Life. We hebben een professionele voorlees, meneer. Ik stel voor dat we nu naar het café gaan. We zijn nu in het café waar we hier het ontbijt kunnen vinden. Waar normaal de spinkster al moet zitten, maar die er nog niet is. We gaan even naar de kapster kijken. Hier komen we bij de al dan niet professionele kapster Kathleen en de al dan niet professionele Veerle. We zijn hier bij Jan, onze professionele voorleesmeneer. Hij leest voor uit de Druivelaar. Jan, kies jij zelf de dagen? Nee, de mensen die naar het toilet gaan kiezen de dag. Meestal is het een verjaardag of wat ik vandaag ook al gemerkt heb, is de uitgerekende dag wanneer het kind volgend jaar gaat geboren worden. Ik lees dan de dag voor, wanneer komt de zon op, wanneer gaat de zon onder, de daamsdagen, de heilige van de dag, het mopje van de dag. Er staan ook gezondheidstips, tipjes vooruit, bijvoorbeeld palingfeesten en dergelijke. Goeiedag, dag mag ik voor u voorlezen bij het toilet gaan? Ik geef mij 24 juni als. Een speciale dag? Ja, een verjaardag van een vriendin. Oké, super. Lief voor de heilige kinderen een kleine bijdrage. Voilà. Dankjewel. Oké, veel plezier. Vrijdag is het ook de geboorte van Sint-Jan de Doper, patroonheilige van de borstelmakers en messenslijpers. Op die dag vieren we de mensen met de naam Jenny, Jens, John, Joop, Sean, Hanna en Joke. Leuk initiatief, voilà. Dat je zo een beetje gezelschap hebt terwijl je naar het wc mocht gaan. Ik heb dan de dag 4 juni gepakt en dat is mijn verjaardag. En blijkbaar is dat de dag van de onschuldige kinderen. Voilà. Zullen we hier nog een beetje bij op toilet eigenlijk? Ik ben naar het toilet geweest en hij vroeg aan mij van ja, wat wilde je graag horen van datum? En ik zei, doe maar 30 februari. En ik ging ondertussen naar het toilet, want hij reageerde niet. En toen pas op het toilet zat, dat ik hem hoor roepen van, godverdomme, die datum bestaat niet. Wij hadden ontbijt. Nu beginnen we met hotdogs. Wij hebben een kapster. Wij hebben een professionele voorleesmeneer. We doen verzoekjes en goh, we denken daar zo'n 2000 euro bij elkaar te krijgen. Als ik mijn arm plooi, voel daar maar eens aan mijn elleboog. Die is krom. Ah ja? Dank je. Nu weet ik tenminste hoe melk eruit ziet.